Halverwege de jaren 80 werden er urinestalen van het EK schaatsen in Groningen naar Nijmegen gebracht. De stalen waren van de eerste vier rijdsters van het klassement, Yvonne van Gennep, Ria Visser en twee Oost-Duitse schaatsers. Het lab waar de urine onderzocht zou worden op doping was gesloten toen de verantwoordelijke dokter Frans Pelikaan aankwam bij de Radboud Universiteit. Hij gaf de verzegelde doos aan de portier. Wanneer de laborant de stalen wilde oppikken, bleek dat de doos weg was. De portier zei, de doos is al opgehaald, maar wie dat gedaan had, bleef lang onbekend. Nu, meer dan 30 jaar later, hebben de Volkskrant en andere Tijden Sport een goed idee wie het was. Namelijk bondsarts Rob Pluimers. De journalisten van de twee organisaties spraken tientallen betrokkenen en met Douwe de Boer hadden ze hun doorbraak. De Boer was destijds een stagiair in het lab op de universiteit. Hij kreeg een signalement van de nachtportier die het kistje had afgegeven. Na met labdirecteur Van Rossum potentiële daders geïdentificeerd te hebben, herkende de nachtportier Pluimers uit alle foto's. Hij benaderde Pluimers en deze gaf toe. Hij zou het hebben gedaan in een moment van verstandsverbijstering en werd onwel de volgende dag. Waarschijnlijk van de spanning. Ook vertelde hij waar hij het kistje heeft gelaten. Op de bodem van de Waal.